De klok verzetten. Dat doen we binnenkort waarschijnlijk niet meer. Maar welke tijd moeten we dan gaan aanhouden? De winter of de zomertijd? Alle EU-landen mogen dat nu zelf bepalen. En Nederland probeert dat samen met België en Luxemburg te doen, zodat je daar in ieder geval niet een andere tijdzone in rijdt. Maar wat moeten we kiezen? Experts zijn er nog niet over uit. De wintertijd is de echte tijd. In 1977 begonnen we in de zomer de klokken te verzetten. En als we nu altijd zomertijd aanhouden, wijken we dus van onze oorspronkelijke tijd af. De belangrijkste reden om dat toch te doen is dat de zomeravonden dan zo lekker lang zijn. Je kunt tot 10 uur op een terrasje zitten, hartstikke gezellig en het is ook nog eens gezonder, want door de zomertijd ben je langer buiten. Maar er zitten ook weer nadelen aan: je gaat later naar bed en slaapt misschien niet genoeg. Bovendien heeft je slaapkamer een uur minder de tijd om af te koelen dan bij wintertijd. Dat wordt dus langer zweten en woelen voordat je echt in slaap valt. En voor kinderen is het een extra probleem, want zij gaan slapen als het nog hartstikke licht en warm is. Ook in de wintermaanden kan het voordelig zijn om de zomertijd aan te houden. Want met de wintertijd wordt het vroeg donker, soms al om half vijf middags. En dat maakt de avondspits bijvoorbeeld gevaarlijker. Dat blijkt uit onderzoek. Mensen zijn s'avonds nu eenmaal minder alert dan s ochtends. En als het dan ook nog eens donker is, gebeuren er veel meer ongelukken. Dat kunnen we oplossen door voortaan de zomertijd aan te houden. Dan wordt het pas om half zes donker. Maar ja, dan komt de zon dus ook pas rond kwart voor tien ochtends op. Waardoor iedereen in het donker de deur uit moet. Dat zou funest kunnen zijn voor onze biologische klok. De zonsop- en ondergangen houden je biologische klokken nog een beetje onder controle. En als het ochtends te lang donker is, dan kan dat lelijk in de war worden geschopt. En als je voor zonsopgang opstaat, functioneren je hersenen ook nog eens niet goed. Vooral mensen die echt geen ochtendtypes zijn, krijgen het dan moeilijk.